En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allerbeugend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks meer zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Lazen vanmorgen in de krant dat de jeugd van Nederland steeds zwaarder en dikker wordt. Ja, dat heb ik ook gelezen. Hebt u het ook gelezen? Ja. Vindt u dat er aan wat aan moet gebeuren? Ik denk het wel. Nou, het begint met minder eten, minder snoepen, minder snollen. Ik heb ervaring. Wat ik zie is dat de jeugd veel of minder activiteiten heeft. Ja, daar moeten de ouders even op letten. Verplicht sporten. Ja, want het is wel dan zorgwekkend. Dan kom je denk ik niet meer vanaf als je er nu niet wat aan doet. Ik zie ze veel op de elektrische fietsen rijden. Nou, ik heb een vrouw die kookt heel lekker. En mijn moeder kookt heel lekker. En ik kan zelf heel lekker koken. En daar moet je eerst maar eens mee oppassen. Maar ja, in sommige dingen is dat de ouders zelf ook zo zijn. En geen tijd hebben om te koken en geven geld. En dan kunnen ze frietje nog iets gaan halen. Ja. Ik zie ze veel op scherm, dus op de telefoon zitten. Ja, op school. Ja. Ik weet niet of tegenwoordig nog gym is op school of zo, ja. Maar gewoon meer. En dan, hoe moet je eraan doen? Ik denk ook eigen verantwoordelijkheid van ouders. Vooral de voeding, hè? Ja. Daar moet meer aandacht aan komen. Maar het wordt ook verleidelijk gemaakt in de winkels overal, hè? En ik denk dat er veel minder animo is bij sportverenigingen. En ik denk als we dat meer zouden stimuleren, zou misschien het andere minder zijn en daardoor uiteindelijk ook minder overgewicht zijn. Ook als de overheid, de landelijke overheid, een programma op zou stellen, want uiteindelijk is dat ons geld met z'n allen. Hè? Bent u het daar dan mee eens? Ik denk het wel, ja. Toch? Ja, zeker. Ja, dat is dan wel een optie. Ja. Moeten we nou alles krijgen? Kunnen we niks meer zelf? Ja, dat zou eventueel kunnen, maar ik weet niet of je de doelgroep bereikt. Ja, het komt de maatschappij, het komt alles te goede natuurlijk. Als, ja. We zijn vetter. Zo ben ik niet opgevoed. Nee. Dat je alles moet krijgen, dat de gemeente alles voor je moet doen. Want in de toekomst gaat de gezondheidszorg daardoor achteruit. Zeker, dat is, klopt. Ja. En het kost geld. Ja. Dus u bent er helemaal voor eens om... Ik ben er mee eens om het programma op te zetten. Ja. Maar ook bij scholen meer voorlichting geven en hulp bieden. Als je binnen zit op schermtijd en je bent heel erg naar binnen gericht... dan weet ik niet of je dat programma bereikt, zeg maar... wat de overheid voor je of de gemeente voor je opzet. En het voedsel goedkoper maken, want ik valt mij ook altijd op... de chips is altijd in de aanbieding, groente weinig. Dus eigen verantwoordelijkheid. Heel veel. Neem dat.